Aan tafel gaat zitten schrijver Henk van Straten. Hij maakte 3 jaar geleden een einde aan zijn huwelijk. Hij schreef zijn vrouw een brief, liet die achter op tafel en verliet het huis waar hij al 12 jaar lang met vrouw en kinderen woonde. Het schuldgevoel ging hij te lijf met drank, pillen en seks. En met het schrijven van columns voor Linda.nl over de maanden die volgden. 2 wekelijks was dat. Expliciet, recht voor zijn raap, liefdevol, maar soms ook echt keihard. En nu, 3 jaar later, is er over diezelfde periode zijn boek Berichten uit het Tussenhuisje. Wat is dit voor boek? Het is het beste boek dat ik kon schrijven in deze periode. Mm-hmm. Ik heb 5 romans geschreven, die waren fictie. Daarna was ik een beetje klaar met fictie, of ik wist niet meer zo goed hoe verder. Ben ik gaan kijken naar mijn eigen leven, wat voor materiaal daar zit. Eigenlijk op precies dezelfde manier als dat ik fictie schrijf. Mm-hmm. En dit boek, ja, daar zat het materiaal. En ik vind het heel lastig, omdat aan de ene kant weet ik ook wel dat een scheiding aan zich, of het leven na een scheiding aan zich, niet per se een boek valideert. Maar ik hoop dat het over meer gaat dan dat. En het was het beste materiaal dat ik had. En dat is heel tragisch en dubbel en wrang, omdat het ook een moeilijke periode was. Ja. Maar het is het maar beste wat ik kon schrijven. Een periode na een scheiding valideert volgens mij heel erg een boek. Zeker als je zo formidabel kan schrijven als jijzelf. Alleen je bent niet alleen. Je hebt ook nog kinderen en een vrouw. Ja. En dan moet je jezelf de morele vraag stellen. Past het wel om alles wat ik nu meemaak op te schrijven? Ja. Misschien is het pijnlijk voor zij die achterbleven. Misschien betrek je je vrouw, dat valt overigens mee. Daar schrijf je met zeer veel genade over, eerlijk is eerlijk. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat zowel kinderen als vrouw denken, dit hoeven wij allemaal niet te weten. Ja. En zeker niet te delen met de rest van het land. Klopt. En dat is heel dubbel. Aan de ene kant lijkt het alsof dit boek, het is ook heel eerlijk en openhartig. En daardoor lijkt het alsof ik geen censuur heb toegepast en alsof ik niet heb gemonteerd. En, weet je, dus, en dat heb ik uiteraard wel gedaan. En vanaf het begin af aan, en dat is ook met dat boek over mijn jeugd, wist ik, ik ga niemand pijn doen in de zin van kwade opzet.